Deze man staat te pinnen met een gestolen pinpas, eerder buitgemaakt van een wat oudere dame. Met een babbeltruc werd het slachtoffer aan de praat gehouden. Een vrouw die bij deze man was, heeft toen waarschijnlijk de portemonnee uit haar tas gestolen. De pincode was al eerder afgekeken. Toen ze thuis kwam, kwam het slachtoffer er pas achter dat haar pas was gestolen. In de tussentijd was haar rekening al leeggehaald. Als u een vermoeden heeft wie dit zou kunnen zijn, laat het dan nu meteen weten.